Welkom in deze transmissie waarbij we hoofd en hart gaan verbinden zodat je gemakkelijker kan gaan manifesteren. De strijd tussen hoofd en hart is een heftige strijd waar vele mensen mee worstelen. En hoe meer je de eenheidsenergie gaat gaan omarmen en vanuit het eenheidsbewustzijn gaat leven, ga je ook gaan denken met je hart. Te lang hebben we het hoofd en onze gedachten meer kracht gegeven dan wat ze verdienden. En net daarom zijn we bezig aan een enorme verschuiving van hoofd naar hart. Of, zoals ik het soms omschrijf, van een ego-gestuurd bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn. Waarbij we vanuit het ego-gestuurd bewustzijn leven en keuzes gemaakt hebben, gebaseerd op onze emoties, gedachten en gekende patronen en structuren, gaan we vanuit een hartgedragen bewustzijn meer gaan leven vanuit ons hart. Omdat je geleerd hebt dat het hart degene is die de keuzes mag maken. Waarna de gedachten er zijn om dan uiteindelijk actie te ondernemen. En hier zie je dan ook weer mooi de dynamiek tussen de Divine Feminine, dus goddelijke of de universele vrouwelijke en universele mannelijke energie. In deze audiovideo reik ik een hele eenvoudige methode aan om je hoofd met je hart te verbinden. En dat zal je sowieso ook helpen bij je manifestaties, waardoor je door je te verbinden met je hart geïnspireerde actie kan gaan ondernemen. En dus keuzes maakt in lijn met je ziel. Wanneer je klaar voor bent om deze overdracht of deze transmissie te ontvangen, kan je zoals altijd gaan liggen of zitten op een comfortabele manier. En dan gaan we van start. Sluit je ogen wanneer je klaar voor bent. En adem dan richting je buik. En bij elke ademhaling laat je stress en spanning los en adem je ontspanning en rust in. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los en zak bij elke ademhaling nog dieper in de ontspanning en rust. En voel hoe je de energie door je armen en benen stroomt. Laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via je benen naar de aarde. Adem in en laat je buik boller worden. Adem uit via je mond. Ik vraag je hogere zelf om je bij te staan bij deze transmissie en om boodschappen en inzichten te geven waar nodig. Geef toestemming aan je hogere zelf om in je energieveld te komen, terwijl je rustig blijft door ademhalen. Breng dan je aandacht naar je hart. En voel hoe de zilveren en de gouden straal daar een diamantenvlam vormen en je hart verwarmen. De diamantenvlam brengt je leiding en gronding. Ik vraag aan aartsengel Metatron om je bij te staan bij deze transmissie door zijn handen boven je kroonchakra te houden en je energie te stabiliseren. Aan de onderkant van je energie vraag ik aartsengel Sandalfon, ter hoogte van je aardester, dat is een paar centimeters onder je voeten, laat maar zeggen, en beide aartsengelen vertegenwoordigen het principe van zo boven zo beneden. Alles wat reeds beschikbaar en toegankelijk is in de hogere realms toont zich ook in je realiteit. Van zodra je de trilling hebt die gelijk resoneert met je dromen en verlangens. Ik vraag ondersteuning van de healers van Andromeda en Arcturia. Ik kan zien hoe vier healers om u heen staan in elke windrichting 1. Vanuit hun hartchakra sturen ze jouw helende energie.
Adem rustig de energie in en absorbeer het in je volledige systeem. Laat de helende energie tot in elk uiteinde van je fysieke lichaam stromen, tot in elke cel en tot in je DNA. Denk nu aan één droom die je wenst te manifesteren. Hou die droom in gedachten, zonder beperkingen. Droom groot, alles is mogelijk. Breng je aandacht aan je zonnevlecht, ter hoogte van je buik, iets boven je navel. En de healers rondom jou sturen specifiek licht naar die chakra, zodat mogelijke blokkades getransformeerd worden. Laat de diamantenvlam ook in je zonnevlecht stralen. Plaats je droom in je zonnevlecht en zie hoe diamanten en gouden koorden vanuit je zonnevlecht vertrekken in een spiraal naar de buitenwereld. Deze energetische koorden gaan op zoek naar situaties, personen die behulpzaam zijn bij het realiseren van je dromen. Voel wanneer de koorden contact gemaakt hebben met dit alles en laat vervolgens de koorden in de andere richting van die spiraal draaien, zodat ze terugkeren naar jouw energieveld. Breng je aandacht vervolgens naar het sacraal chakra, net onder je zonnevlecht, want daar zit je ware manifestatiekracht. Stuur de diamantenvlam naar je sacraal chakra en laat ook daar samen met de helende energie van de Andromeda alle blokkades transformeren die op dit ogenblik losgelaten mogen worden. Breng je droom in je sacraal chakra en laat de energie tussen je zonnevlecht en je sacraal chakra heen en weer stromen. Voel hoe opgewonden je bent wanneer je droom zich heeft vormgegeven in je realiteit. Hoe voel je jou? Hoe reageren de mensen in je omgeving? Stuur liefde en dankbaarheid naar je droom en naar de tijd waarin je dromen werkelijkheid geworden zijn. Geef vervolgens toestemming aan je hogere zelf om jou de komende tijd signalen en leiding te sturen, zodat je voelt en weet welke stappen je mag ondernemen om je dromen aan te trekken. Vraag je hogere zelf om te tonen wat je nu al kan doen om je energie af te stemmen op de trilling van je dromen. Blijf rustig doorademen. Absorbeer alle energie die je aangeboden en gestuurd wordt. Bedank de vlammen, de healers van Andromeda en Arcturia,
En bedank aartsengel Sandalfon, aartsengel Metatron en je hogere zelf voor deze transmissie. Dank u.